Wat heb je gedaan op je verjaardag? Dankjewel. Al je vrienden uitgenodigd? Ja, wel de verjaardagsfeest. Ja? Ja, alleen ik was in mijn eentje. De loft op zijn kop? Ja, wat vet. Ja, we hebben Rainbow Six 3 custom servers gedraaid. Lampart, jezus, wat een Linux. Nerd ben je ook. Bos Bas, welkom bij Verse Pauwpraat. Hier met Jacob Peek, Ron Vossemans en ondergetekende Martin Verschoor. Zijn jullie klaar voor om een uur lang het over videogames te hebben, jongens? Ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Voor de mensen die dit voor het eerst zien / luisteren. Hoi, wij zijn van Power Limited. We bestaan dit jaar 30 jaar alweer. We maken van sinds oudsher een magazine over videogames. Daarna zijn we overgegaan op een website. We doen ook heel veel social media en ook bijvoorbeeld deze podcast. En we hebben twee verschillende teams. Wij zijn team... Wij zijn de Dark Side, hè? Wij zijn Dark Side. Wij zijn Dark Side, ja. Wij zijn om de week zijn we over videogames en entertainment aan het ouwehoeren. En andere weken is Geert, Wouter en Florian die hetzelfde doen, maar dan weer op een eigen manier. En het komende uur gaan we het hebben over... Nou ja, wat we de afgelopen periode hebben gespeeld. Jacke wilde dat we wat grappiger gingen zijn. Want, nee, ja. Dat is niet waar. Nou, Ron ik wilde... Zei, ja. Ik zei dus, ik heb de vorige week de andere podcast geluisterd. Zal je eerlijk zeggen, dat doe ik niet heel vaak. Ik heb het één keer gedaan, toen werd ik boos op Wouter. Omdat hij iets zei over Zelda. Toen heb ik hem een dreigmail gestuurd. Mail, oké. Heeft hij het niet meer over gehad als een podcast. Of dat hij Pikmin 4 leuker vond. Nee, hij zei Zelda Breath of the Wild vond ik een matige open wereld. Ja, wat is dat nou weer? Toen kreeg ik een Tia in mijn auto. Toen heb ik Wouter gebeld en gezegd... Ik sta nu letterlijk op een parkeerplaats. Te vluchtig. Heb ik hem ingesproken. Ik sta letterlijk op een parkeerplaats... en ik heb net een broodje op de grond laten vallen. En dat was echt waar omdat hij dat zei. Omdat ik gewoon aan het trillen was van woede. Omdat ik niet begreep hoe iemand dat kan zeggen... als je in de gamingindustrie werkt. En toen kreeg ik terug van... Nou, ook leuk om te horen... Oh, je hebt het ook echt gedaan. Maar ik was dus de podcast aan het luisteren. Ja. En die is veel grappiger. En toen zei ik dan van, hoe kan dat nou? Want ja, ik ben super grappig. Waarom is onze podcast niet grappiger? Ja. Nu weten we waarom. Nee, omdat Jacco niet grappig is. Ik niet grappig ben. Ja. Jacco is niet grappig. Jacco is niet grappig. Jacco wordt dus grappiger. En toen zei ik, Jacco, doe een clownsneus op of zo de volgende podcast. Ah, ik het niet. Nee. Nee, ja, dat ben ik allemaal vergeten, want ik ben gisteren onder invloed geweest in het ziekenhuis. En ik heb allemaal gaten in mijn geheugen, dus dat heb ik niet opgeslagen. Oh, sorry. Je hebt dat niet opgeslagen? Nee. Je hebt ook niet opgeslagen dat je beloofd dat je vandaag grappig zou zijn? Nee, ook allemaal vergeten. Moeten we het hebben over het feit dat jij blijkbaar in het fucking ziekenhuis lag? Ja, ik had onderzoek en ik kreeg sedatie en darmonderzoek en zo. Maar het is fucking weird, man. Ik heb nog nooit zulke gaten in mijn geheugen gehad. Van, je denkt dat je erbij bent, maar eigenlijk niet. Ik kon ook zeg maar meekijken op een schermpje, maar ik zag allemaal kleuren. En ik kon alleen nog herinneren dat ze zeiden van... prachtig, helemaal clean of zo. En dat ik zei van, oh, dat is mooi. En toen was ik opeens in een andere kamer. En toen kreeg ik een boterham met kaas en die was opeens op. En toen dacht ik, ah, fuck jullie, ik heb gewoon nog zelf boterhammen met... Pindakaas heb ik allemaal opgegeten. Toen zei ze iets van, oh, jij bent lekker aan het eten. Want ik mocht dus meer dan 24 uur niet eten. Toen gingen we op de terug tanken. En dat duurde in mijn beleving 5 seconden of zo. Was mijn pa die haalde me op en die stapte uit. Die stapte in en toen zaten we op de weg. Het is echt weird. Echt heel weird is dat. Je had dit verhaal zoveel grappiger kunnen vertellen. Ja, ik zat ook te denken. Ik zat daar ook begint het al. Dit is gewoon... Ik kom gewoon to the point, Ron. Dat is wat ik doe. Doe eens grappig. Ja... Ja, doe het op een eenwieler. Ja. Ik bedoel, kijk, dit soort shit, je laat gewoon momentum liggen. Nee, dan moeten wij weer gaan luisteren naar verhalen over die jij aan het tanken bent. Ja. Ja, nee. Dus dat is vaak een wasmachine verhalen in een bos. Gemaakt, ja. Ja. Wasmachine Geert had nu iets een woordgrap gemaakt. Ja. Ja, ik bedoel, luister, ik ben allergisch voor woordgrappen, maar... Geert maakt ze leuk. We moeten iets nu, we moeten iets. Anders lopen we daar wordt de achterstand te groot, Jacco. Ik denk wel vaak, er zit een woordgrap in, maar dan kom ik er niet op. Ja. Ja, weer valt de podcast dood. Het is echt kut, Ron. Wat ben je nou aan het doen? Nee, Ron, vertel jij zo grappig dan. Ja. Ja, nee, oké. Okay. Nee, we houden ons aan ons format. Zullen we beginnen bij het feit... Wat was het hoogtepunt van de afgelopen week, Jacco? Behalve je saaie ziekenhuisverhaal. Want het is wel allemaal en positief. En mijn verjaardag, afgelopen. Waarmee jullie mij nog steeds moeten feliciteren. Oh, gefeliciteerd. Dat is niet waar, Ron. Ik heb jou gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden? Oh ja, Martin inderdaad. Hoe oud ben je geworden? 27. Alweer? Wat goed, wat leuk. Wat heb je gedaan op je verjaardag? Dankjewel. Al je vrienden uitgenodigd? Ja, wel de verjaardagsfeest. Ja?
Ja, alleen ik was in mijn eentje. De loft op zijn kop? Ja, was vet. Ja, we hebben Rainbow Six 3 Custom Servers gedraaid. Lamp op de PC. Jezus, wat in een Linux. Nerd ben je ook. Nee, grapje. Jacco, wat was jouw hoogtepunt? Behalve tank. Ja. Ja, ik heb dus wel echt vrij veel dieptepunten beleefd. Maar ik denk dat mijn hoogtepunt was... Het voordeel van het nadeel is dat ik op een gegeven moment zeg maar niks kon doen. En toen ben ik maar Zelda uit gaan spelen. Ik ben heel dichtbij. Maar ik heb echt een uur of 7 aan een stuk doorgespeeld. En dat doe ik eigenlijk nooit. En ja, het is zo fijn, jongen. Het is zo'n goede game. En ik wist dat er nog wat komt als je zeg maar de 4 tempels hebt gedaan. Dat is logisch. Dus je doet iets meer nog nadat vergeleken met Breath of the Wild. Maar het is wel lastig om over te praten zonder spoilers. Maar je wordt dus heel erg in het diepe gegooid. Ze zeggen van, ja, je moet nog iets doen of vinden. Laat ik het even in het midden houden. En ze vertellen je niet waar. En ik kwam dus iets tegen in de game op een bepaalde plek. En ik heb daar alles uitgekampt. En nog bleef er iets over wat je zeg maar nog niet op kon lossen. En dat heeft die hele game lang, en ik zit nu 90 uur erin, heeft dat in mijn achterhoofd gezeten. En toen ik hoorde van, nou, je moet ergens iets vinden, toen dacht ik, ah, zou ik weer terug moeten naar die ene plek waar ik gewoon zelf naartoe ben gegaan, met mensen heb gepraat, wat dingen heb geprobeerd. En toen was dat het antwoord. En dat opende de deur, zeg maar, naar de rest van het verhaal. Dat brengt je weer op zoveel verschillende vette plekken waar je best wel veel dingen toepast die je hebt geleerd in de game. Weet je waar ik het over heb, Ron? Nee, ik zit even te denken, inderdaad. Is dat voor of na Ganon? Hoe bedoel je? Nee, daarna. Je hebt 4 tempels gehad en dan ga je op zoek naar Zelda. En dan gebeurt er iets. En dan moet je nog meer doen om het verhaal af te ronden, zeg maar. Dan ben je nog niet zo ver bij het einde als je denkt, volgens mij. Echt? Oh, ik heb het wel gevraagd aan mensen. En die zeiden zal het... Ja, ik weet niet helemaal welk... Je komt Ganon al een keer eerder tegen. Mm-hmm. Op een plek. Mm-hmm. Die heb je al gehad dan? Mm-hmm. Bedoel je dat? Mm-hmm. Oké, daar heb je nog wel even te gaan. Oké. Nou, ik ben daar inmiddels een stuk verder in. Als je niet weet waar het over gaat, dan heb je geen idee waar je dit nu over hebt. Nee, maar dat is wel... Weet je, maar beter ook, want ik vind dat je dat zelf moet beleven. Maar dat was echt mijn hoogtepunt, want ik was een beetje afgeleid geraakt door allerlei games. Pikmin 4, fucking vette game. Final Fantasy 16, nog niet ver mee gekomen helaas. Ook een hele vette game. Ik had Diablo geïnstalleerd. Ik heb nog wat portje Street Fighter gespeeld. Maar Zelda zat gewoon in mijn achterhoofd. Zeker omdat Baldur's Gate 3 uitkomt en... daar wil ik ook gewoon even de tijd voor nemen. Dus ik dacht, oké, nu is het moment om even te spelen. En ik kon letterlijk niks anders doen, kon de deur niet uit. Dus ik dacht, ja, dan is het nu het moment. En dat was wel echt even heel fijn. Ik moest de tijd doden en dit was perfect. Dus, ja, man. Ja, Rob. Ja, vette game. Ja, ik ben dus jarig geweest. Leuk. Dat was vet. Rainbow Six gespeeld. Ik zit te denken wat nog meer, maar niet echt heel veel gedaan deze week. Ook veel gewerkt. Het was een drukke week voor mij. Maar... Ja, veel nieuws? Ja, veel nieuws, ja. Het was een best wel rare, want normaal in de zomer gebeurt er niks. Dus dan zit je op de redactie en dan noem je dat komkommertijd, zeg maar. Ja. Zo van, ja, lege agenda's. En, waar wordt nog veel over gesproken op de redactie? Waar ligt de aandacht op? Bedoel je als in welk nieuws? Ja. Ja, dat is een rare... Als je echt een nieuwsredactie, die gaat gewoon met... Ik ben echt journalist, dus ik ga gewoon op snel nieuws. Dus als er ergens een huis in brand staat, ben ik dat die er verslag van doet meestal. Oh, ik was bijna maar niet gezegd, was ik dat die het aan heeft gestoken? Toevallig ook zelf het vuur gemaakt. Delinquent. Zodat je de eerste bent. Nou, we hebben er ooit, dat is ooit in de media gekomen wel, hè, dat er een journalist uit Brabant, een fotojournalist was, 1 en 2 verslaggevers. Hè. Yeah. Dat zijn mensen, zelfstandige mensen die maken foto's van ongelukken op basis van P2000-alarmen. Yeah. Die rijden dan heen en dan gaan ze daar foto's van maken, die verkopen ze aan de pers. Ja, Nightcrawler. Ja, die zoiets. Film. Maar nou, we hebben een Nightcrawler. Nou, echt? Er is bekend geweest dat er iemand was die dat deed en dezelfde brand aanstaat. Holy fucking shit, man. Ja, dat is echt gestoord. Anders kun je gewoon opzoeken. Oh, kijk nou, we staan huis in de brand. Hoe kan dat nou? Ja, dan gewoon... Hoe kan dat nou? Ja. Oh, alweer een. Hij had Jerry. Nee, ja, het is wel mooi als hij allemaal jerrycans had van foto's van jerrycans voordat de brand uitgebroken was en zo. Maar helaas was hij niet zo dom. Maar nee, dat is zo gebeurd. Maar wat houdt de nieuwste redacties bezig nu?
Nee, er is heel weinig. Dus je gaat nu gewoon naar de redactie en dan laat je het nieuws op je afkomen. En dan hoop je, of dan denk je misschien, well, vandaag kan ik hier nog wel mee verder, want dit is gisteren gebeurd. Maar er is niet echt een lopend item, hè. Als je, ik weet dat er zijn heel veel redacties bezig met dat gedoe rondom Peter Gillis. Die heeft allemaal mega miljoenen rechtszaken lopen. Recht. Maar ja, dat is één persoon. Ik vind dat dan niet boeiend. Ik ben niet zo van die BN'er-sferen en zo. Dat boeit me niet gewoon. Martin wel. Misschien kan jij dat doen. Ja, misschien kan ik het doen, ja. Ja, ben jij een showman? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel interessant om te volgen. Echt? Ik zeg je, oh, nee, Martin vindt het fantastisch. Interessant te volgen. Het is altijd te volgen, zegt hij. Ik zit er wel. Ik zit er wel van te smullen. Ik vind het wel leuk. Het is zelfs zo ver gegaan. Ik heb 3 weken vakantie gehad. Ja. Ja. En ik heb cavia's hier. En ik had een idee met die cavia's. Ja. Ik zat te kijken, ik wil heel graag iets voor mezelf starten. Gewoon een kanaal. Want ik hou van, mijn hobby is dit. Video maken, content maken, dit soort dingen. Dus ook al zit ik s'avonds thuis, ben ik niet aan het werk, ben ik stiekem toch nog aan het werk. Dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het leuk om video's te maken. Dus ik dacht, maar ja, misschien moet ik ook gewoon iets anders doen. Iets voor mezelf. Dus ik ging kijken van, want ik vind dingen bouwen, opbouwen, merken bouwen vind ik leuk. Dus ik wilde gewoon iets heel nieuws, maar iets niet over tech of games, gewoon iets anders. Dus ik dacht, nou, even kijken wat nu populair is. Nou, dat zijn gewoon die Juice-kanalen. Die zijn hot, die zijn happening. Die kanalen schieten links en rechts de grond uit. Die worden meteen groot. Dat vind ik een leuk fenomeen. Dat vind ik grappig. Dus ik ben het al een tijdje aan het volgen. En aan het kijken hoe ze dat dan aan doen. En ik zat te kijken van hoe kan ik daar nou een eigen twist aan geven. Dus toen kwam Cheert een keer met het idee van moet je kijken wat ik met mijn vrienden echt jaren geleden heb een keer had gemaakt. Die hadden het cavia-journaal gemaakt. Die hadden best wel moeilijke onderwerpen. Gingen ze makkelijk en leuk brengen voor ook op een luchtige manier. Maar dan gepresenteerd door cavia's. Ik dacht, wat, dat is fucking geniaal. Dat was echt superleuk. Maar hij waarschuwde me al, dat is best wel veel werk. En ik had zoiets van, ja, ik vind het leuk. Ik ga dat ook proberen. Dus ik heb 2 cavia's beneden staan. Tim en Tim zijn 2 dames. Ze zijn hartstikke leuk. Ze doen het goed. Ze piepen heel veel. Want ze willen de hele dag vreten. Dus ik dacht, ik ga een juice kanaal beginnen. Gepresenteerd door cavia's. Dus ik heb dat helemaal opgetuigd. Dus setje gebouwd. Zijn presentatiedeskje. Die heb ik hier ook zelf staan. Kijk, ze hebben een microfoontje. Presentatiedeskje. maar ik heb hetzelfde probleem wat Jacco heeft. Ik ben gewoon niet grappig. Wat? Ik vind jullie allebei best grappig, als we serieus zijn. Oh. Nee, dus ik heb dat opgenomen en ik heb wat testjes gemaakt. Ik heb dat helemaal gemonteerd. Het ziet er echt super gelikt uit. Die cavia's doen het fantastisch. En ik heb zoiets van, ja, ik steek er best wel veel tijd in. Maar ik zit er dan zelf terug te kijken en ik vind het gewoon niet grappig. Ja, je hebt een scriptschrijver nodig. Ja, gewoon iemand die het grappig, maar ook een grappige voice-over. Dan spreek ik het zelf in. En dan heb ik zoiets van, ja, het is gewoon niet grappig, het is gewoon niet leuk. Dus ben jij of ken jij een goede scriptschrijver die dat leuk vindt om bij mij op te pakken? Lekker kanaaltje bouwen. Let me know. Want ik wel ik geloof nog steeds in. Maar ja, ik geloof er ook. Ja, want ik kan best wel. Het idee namelijk is dat ik het gewoon snel laat groeien op de socials. En dat al het publiek dan gaat converteren naar YouTube. Want op socials, hoe je dat zoiets kan laten groeien op TikTok, dat weet ik wel. Jij moet mij nog helpen. Ja, ik had jouw video gezien en ik heb wel wat tips voor je. Maar anyway, dan gaan we nu. Is de tip, doe hem opnieuw. doe het compleet anders. Dat heb ik dus afgelopen weken geprobeerd te doen in mijn vakantie. Maar daar ben ik dus tegenaan gelopen van, ja, het is dus best wel veel werk om te gaan maken. Want je bent en aan het opnemen en je bent weer aan het monteren. Dus ik zat ook te kijken van, hoe kan ik dat automatiseren met AI? Ja. Misschien kan ik gewoon automatisch nieuws screpen van nieuwswebsites en dat om laten schrijven met de voice-over. Alleen die AI voice-overs in Nederland zijn nog heel slecht. Dat is nog niet te doen. Maar geef het nog een jaartje. Dan heb ik het volledig geautomatiseerd cavia-kanaal. Misschien kun je iets met ice cream. Yum, yum. Ja, ice cream. Yum, precies. Yum. Grab, grab. Cherry, cherry. Ik kwam dus op TikTok vandaag Bikini Bottom Buzz tegen. Kennen jullie die vis die het nieuws brengt in SpongeBob? Ja. Dat is een vis die shownieuws brengt. En die heeft echt miljoenen views, man. Zegt deze guy. Die, oh, het, is een,
Het is, okay. Ja, met een voiceover. En hij brengt gewoon nieuws over Mr. Beast. Gigi Hadid is gearresteerd. Spotify, prijzen gaan omhoog. Het is echt... Maar dat is wat ik wil doen met cavia's. Ja. Precies. Alleen dit is gewoon een mondje wat heen en weer gaat. Dus ja, het is veel makkelijker. Ik heb dus een cavia zitten voor een greenscreen achter een desk. Ga je het in het Engels doen? Dat zou kunnen. Dan ben je wel meteen internationaal. Ja, en het is natuurlijk... Ja. Maar ik heb ook meteen een commercieel idee erbij. Oh, je hebt een heel marketingplan. Ja, dat is natuurlijk een ding. En aangezien ik in Nederland woon, is het lastig als je het dan in het Engels doet. Plus, je kan een heel grappig accent doen. Maar eentje moet Haag zijn, de ander... Ja, maar dat kan... Brabants, heb je geen Brabantse cavia? Dat zou echt grappig zijn. Hé, maat, jongen. Ja, dat zou grappig zijn. Ja, maar dat is allemaal supergoeie, leuke ideeën. Maar je wilt het liefst gewoon zelf doen, want dan kan je het doen wanneer je de tijd voor hebt. En als ik dan bijvoorbeeld met jou dit samen ga doen, dan moeten we al één keer in de week gaan afspreken om stemmetjes te gaan opnemen. Dat wordt gewoon, op een gegeven moment wordt het gewoon veel werk. Je gaat er echt tijd in steken. Ja, klopt. Voor iets wat... Ligt er ook aan, hè? Ja. Als je er honderdduizenden euro's mee gaat verdienen, dan prima. Ja, maar dat weet je dus niet. Want misschien ben je over 3 weken ben je gewoon helemaal klaar mee. En heb je zoiets van, oké, laat maar. Ik geloof in het idee. Ik heb de mic. Ik wil best even kijken hoe het gaat. Maar, best wel grappig. Ja, oké. We gaan nog op brood. Maar goed, dat heb ik dus afgelopen 3 weken heb ik dat geprobeerd te doen. Ik heb er veel tijd in gestoken. Ik ben er dus nog niet blij mee. Ik ben er nog niet tevreden mee. Maar nu ben ik dus weer aan het werk. Dus nu gaat het cavia-project weer even op plek 2. Maar wat ik de afgelopen weken ook nog heb gedaan qua hoogtepunt. Ik ben best wel veel weg geweest. Ik ben in eigen land gebleven. Maar ik wil even een shout-out doen naar Toverland. Dat is in Limburg, toch? Dat is in Limburg. Die shit is fantastisch, man. Dat is echt fantastisch. Mijn broer en hun kinderen en vrouw hebben daar een abonnement voor. Die gaan daar met opa en oma regelmatig heen. Snap ik. Het is echt fantastisch. Als ik naar het pretpark ga, dan ga ik altijd in die standaard dingen. Naar Walibi, Efteling. Ben je zo vaak geweest. Maar ik hoorde dus laatst steeds meer mensen hebben over Toverland. Dat schijnt echt fantastisch te zijn. Dus ik erheen met de kids in de auto, vrouw mee. Wat zei ik? Nee, we gaan naar Toverland. Het is mooi, man. Echt een leuk pretpark. Een themapark. Echt? Het is meer een themapark. Het is heel mooi. Echt niet leuk. Wat is een themapark? Is dat meer met het thema? Ja, okay. Waarom vond je het niet leuk, Jacco? Ja, ik weet niet. Ik was toen een keer meegenomen op trip om Sonic in de achtbaan te spelen op een Switch. Dat was leuk. Ja. Maar er was zeg maar één harde achtbaan. En de rest was allemaal... Ik denk dat de doelgroep gewoon kleine kinderen misschien... is. En dat ik het daarom niet zo leuk vond. Ja, het is meer families, ja. Denk ik. Hm. Dus, maar serieuze vraag, wat is een themapark dan? Ja, is dat er een verschil met de pretpark? Pretpark is meer gewoon... Minder pret? Nee, pretpark is voor mij meer... Walibi vind ik meer een pretpark. Dat is gewoon achtbanen en weinig thematisch. Ja. En Efteling is meer... Je stapt echt een andere wereld in. Als je naar de Efteling gaat, dus dat is meer een themapark. En de Toverland vind ik het ook wel. Ik vind het echt een heel mooi park. Een hele eigen stijl. Ja, precies. Ik vind het echt een mooi park. Echt, okay. Ik had er weinig van verwacht, maar ik ging erheen. Ik kwam echt, echt leuk. Wat echt leuk. Shout-out. Nice. En qua gaming, wat ik afgelopen weken heb gedaan. Ik heb Dave the Diver zitten spelen op Steam Deck. Nice. Die game is zo goed, jongens. Je hebt hem ook gespeeld, toch, Ron? Ja, ik heb hem best wel veel gespeeld. Ik heb dat ook al in de podcast gezegd. Ik weet uiteindelijk niet of het iets voor mij is. En dat baal ik best wel van. In het begin was ik er super enthousiast over. Alleen, het wordt alleen maar uitgediept in de breedte, zeg maar. Er komt steeds meer bij, hè? Ja. En dat maakt het, dat doet het super goed. Het is echt super. Maar ik weet niet of het daarom voor mij is. Omdat ik bijvoorbeeld dat restaurant, dat Diner Dash gedeelte, waarbij heel snel de klant. Dat is dan net niet iets waar ik. Ik word er heel zenuwachtig van. En gecombineerd met mijn ADHD is dat echt een dodelijke combinatie. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, het leukste is ook gewoon onder water. Gewoon lekker naar de visjes kijken. Af en toe een vis vangen, wegzwemmen voor een haai. Maar ik vond die afwisseling wel leuk. En ook hoe het verhaal tussendoor wordt verteld. Best wel geinige video's. Zij zijn wel grappig. Dat doen ze echt heel goed. En er zit een goede flow in, vind ik wel. Je bent visjes aan het vangen, je bent een opdracht aan het doen, je bent dingen aan het zoeken. En daarna ben je weer met iemand aan het babbelen. En ben je weer een restaurantje aan het onderhouden. Ben je mensen aan het serveren. En ik vond het wel leuk. Het is een goede combinatie van actie, management. En het is grappig. Het is heel grappig. Het is echt. Het is heel grappig. Het is ook heel mooi. Er zitten allemaal van die cutscenes in. Nadat je restaurant bijvoorbeeld je hebt zo'n chef in je restaurant en die upgrade dan af en toe een gerecht. En dan zie je echt zo. Dan gaat hij zo
Ja, dan zie je onze anime filmpjes, een pixelated anime filmpje met allemaal geschrokken vissen die op de achtergrond in het aquarium zitten. En die kijken allemaal naar hoe hij allemaal sushi aan het bereiden is en zijn mes aan het slijpen is. En ik vind vooral die guy die je wapens maakt, die is mooi. Ja, die nerd. Die gaat dat is een weeboo. Ja, dat is echt mooi. En ook het verhaal is fucking crazy. Het gaat steeds verder. Het verhaal slaat echt helemaal nergens op. Ja, het is echt crazy. Het is wel nice. Het is wel echt leuk. Ja, het is echt een hele leuke game. En die was in de Steam sale had ik hem opgepikt. Hij is sowieso niet duur. Same. €20 of zo is hij. Dus echt een hele fijne vakantiegame. Dat is het sowieso. En ik heb een paar boeken zitten lezen. Dus het is all good in the hood. Nice, man. Ja, nice. Leuk. Goed, Jacco wilde deze podcast spectaculairder maken. Is dat zo? Door vraag en antwoord. Dat wilde Het was meer een idee van mij, Ron. Oh. Nou, vraag. Ik weet het niet meer. Dus, maar luisteraarsvraag. Dus het idee was dat mensen vragen gingen insturen gericht op de persoon. Dus niet algemene vragen, maar echt een vraag. Oh, ja. Deze vraag is voor Jacco. En dan, wat is je lievelingskleur? Pyjama, dat soort dingen, toch? Oké. Okay. Maar wie heeft dat gedaan? Nou, niemand nog. Maar dat was jouw idee, toch? Niet gericht op persoon per se, maar meer gewoon van game voor ons, zeg maar voor ons drie. Wat wij vinden van drie. Iets. Ja, niet dat mensen, dat als zei ik ook, van, niet dat mensen gaan vragen van, hoe los ik mijn stick shift op? Waarschijnlijk allemaal, of stick drift, allemaal vragen die jij waarschijnlijk krijgt in je TikTok kanaal. Precies, ja. Ja. Maar meer zo van, Jacco, waarom ben je zo lekker? Dat soort vragen. Nee. Oké. Okay. Dus mensen moeten dus hun vragen kunnen ze opsturen. Die kunnen ze achterlaten onder YouTube. Die kunnen ze via onze Discord kunnen ze die naar ons droppen. Die kan je vinden via piep.nl/Discord. Of je kan gewoon via, ik wil bijna zeggen Twitter, maar dat heet nu anders X. Kan je die naar ons toesturen. Wat een kut platform is dat geworden, zeg. Jongen. Daar heb ik me echt de afgelopen week aan zitten ergeren. Niet normaal. Het is... Oké, laten we het er heel even kort over hebben. Twitter heeft nu... Je hebt het ongetwijfeld meegekregen, want elke nieuwsredactie schrijft erover. Die heeft de naam veranderd naar X. En Elon Musk heeft een aantal maanden geleden... het social media platform Twitter overgenomen. Want zijn idee is, hij wil een alles-app gaan maken. Daar loopt hij al jaren mee rond. Hij wil één app, een soort van WeChat, wat je hebt in China, waar je alles kan doen. Dus met elkaar converseren, maar ook je bankzaken en dat soort dingen. Dus hij heeft volgens mij gewoon gekeken naar, oké, wat is een app die al heel veel gebruikers heeft? Laat ik die gaan kopen. Dat heeft hij dus gedaan met Twitter. En hij is het nu zo aan het ombouwen en het omturnen. Het is echt heel kut geworden. Twitter was natuurlijk altijd een fijn tekst social media. Dan kon je je ideeën kon je daarop loslaten. Je kon met mensen kon je interessante gesprekken hebben. Soms kon je daar discussies op hebben. Maar je was echt gericht mensen was je aan het volgen. Oftewel de social graph. Ik vind het leuk om Jacco te volgen. Want ik vind het leuk om Ron te volgen. Want ik weet, zij tweeten over videogames. En daar komt af en toe een interessante take uit. En dat vind ik leuk om mee te interacteren. Ik volgde bijvoorbeeld ook een aantal andere journalisten. Omdat zij... ze waren experts of ze zijn experts in een vakgebied. En dat vind ik dan leuk om te volgen, om over mee te praten. Maar wat je nu hebt, dat algoritme is aangepast sinds Elon Musk het heeft overgenomen. Je had natuurlijk al de volgpagina en de voor jou pagina. Die volgpagina was gewoon een chronologische lijst met tweets die de mensen de wereld instuurden. En die voor jou pagina was een geoptimaliseerde lijst van tweets die werden de wereld ingestuurd. Door mensen die jij nog steeds volgde. Alleen het platform dacht van, oké, je bent misschien een dag niet geweest. Deze heb je gemist, deze is belangrijk. Maar wat er nu gebeurt op die voor jou pagina. Hij pakt tweets die veel engagement hebben. En hij pakt tweets waarvan je misschien een persoon één keer op hebt geklikt. Om te kijken van welke trainwreck die persoon in zit. En Twitter denkt dan van meteen, oké, dit vind je fantastisch. Hier krijg je nog 20 tweets over dat onderwerp. En ook al ben je nu uitgelogd en je kijkt op de voor jou pagina, je krijgt alleen maar meuk voorgeschoteld en mensen die boos op elkaar zijn. En nepnieuws die de wereld in wordt geslingerd. Het is echt één grote shitshow is het geworden.
En het is het leuke van Twitter is er helemaal af. En ook, wij hebben alle drie, wij gebruiken het om onze eigen visie te delen op videogames en entertainment. Ik heb er aardig wat mensen op. Alleen die kan ik nu niet meer bereiken. Die kan je alleen maar bereiken als je een Twitter Blue account hebt. Oftewel, je moet €8 in de maand betalen, zodat je je eigen volgers kan bereiken. Want anders wordt je tweet wordt gewoon niet meer gedeeld. En het is gewoon zo zonde dat het gewoon zo'n leuk platform naar zo'n toxic environment is gegaan. En gewoon het hele platform is gewoon binnen enkele maanden gewoon kapot gegaan. Het was natuurlijk, er was wel wat aan de hand, maar er werd nog wel aardig gemodereerd. Maar de moderatie is nu compleet weg. Dus het is een soort van Wild Westen geworden. En het is gewoon geen fijne plek meer. En ik merk gewoon aan mezelf. Eens. Het is een beetje hetzelfde alsof je naar een ongeluk aan de andere kant van de weg zit te kijken. Je gaat toch even spieken. Dus wat ik nou doe, ik had het vooral in mijn vakantie, dat ik gewoon, daar heb je toch wat meer tijd. Dus dan open ik gewoon automatisch die kut-app. En ook op die voor jou pagina. En dan zit je gewoon naar te kijken naar hoe mensen ruzie met elkaar aan het maken zijn over onzinnige dingen. En dat algoritme denkt dan van, dit vind je mooi. En dan krijg je alleen maar meuk op je afgevuurd. En ik snap gewoon dat mensen er steeds verder in meegesleurd worden. En dat ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo erg ervaar. Ik weet niet, misschien is mijn bubbel heel erg afgeschermd of zo. Maar als ik door mijn voor jou pagina scroll, dan krijg ik gewoon best wel dingen waar ik in geïnteresseerd ben. En niet per se alleen maar negatieve shit. Nee, veel videogames. Ja, daar krijg ik ook nog wel over. Maar ik krijg bijvoorbeeld ook heel veel Threadboys, waar ik ook echt een hekel aan heb. Die AI, die mensen van, als je nu nog niet op de AI-hype wagon bent gesprongen, dan loop je achter. En dan komt weer een thread van 43 tweets met Midjourney prompts. En die, hou op, alsjeblieft. Laat me met rust. Ja. Nou, het probleem is een beetje ook, ik weet nog steeds niet waar ik heen moet. Want Threads is nog niet beschikbaar in Europa. Nee. Dat kan even gaan duren, dat is een juridisch iets. Blue Sky, heb je een uitnodiging voor nodig? Ja, ik heb sinds een week Blue Sky. Ja. Het gras is er wel groener. Ja. Maar ja, weet je wat het is? En dit is een beetje wat ik niet heel erg heb met Twitter. Toen ik hoorde van het internet, en hadden we nog inbel-internet, en deed ik er 10 minuten over om een plaatje van South Park in te laden. En dat printte ik dan uit, nam ik mee naar school en ruilde ik met andere mensen. Inbel-internet. Dit is nog de begintijdagen van het internet. En toen was de belofte altijd van, het is een soort van bibliotheek van de hele geschiedenis van de mensheid, vrij beschikbaar voor de hele mensheid. Waar je alles kan halen en China opeens, in plaats van aan de andere kant van de wereld, bij jou om de hoek is, dankzij het internet. En nu is het gewoon een soort van gebouw waar mensen samenkomen om aan de andere kant van de kamer te gaan staan in groepjes en naar elkaar te schreeuwen. En dat is niet de kant van het internet die leuk is. Dit is niet wat ons beloofd is. En Twitter doet daar heel erg aan denken. Nou, het is niet alsof Twitter echt... Twitter was ooit heel leuk. Ik weet niet dat ik ooit mijn eerste mobiele telefoon kreeg met internet. En dat was een iPhone. En die had iemand van mij uit Amerika gehaald. En ik zat toen op de school van journalistiek. En ik dacht, als er nou een ongeluk gebeurt, kan ik gewoon een foto op Twitter zetten meteen. Want ik heb internet altijd bij me. En dat was crazy. En toen op een gegeven moment kreeg die iPhone ook nog dat je programma's op de achtergrond kon draaien. Want eerst kon je maar één app tegelijkertijd. Toen kreeg je multitasking op de iPhone met de 3G in een update. En dat was allemaal fucking gruwelijk. Maar ja, nu dan, het is allemaal niet meer op die manier. Het is allemaal verwaterd naar iets anders. Hè? Dat is zo raar. Ja, maar toch, als er iets gebeurt, als er gaming nieuws is of weet ik veel, er wordt een Nintendo Direct aangekondigd, dan zie ik het wel als eerst op Twitter. Dus ik heb nog steeds geen goede vervanger, wat mij betreft. En misschien duurt dat even, want er zitten nog steeds een hoop mensen op Twitter die ik gewoon graag volg en zo. En ik heb het idee dat iedereen een beetje aan het versplinteren is. En dan ben je dadelijk weer op een nieuw platform waar dan de helft daarvan erop zit of zo. En dat is ook zonde. Dus, instanties, hè? Dat is ook iets wat zei ik volgens mij de vorige keer ook al. De politie bijvoorbeeld, voor journalisten hele belangrijke bond, die twitteren. Ja. Ja. Als er een incident is, twitteren die live. Dat geldt ook voor de brandweer en de veiligheidsregio's die tweeten. En de rechtbank, die plaatst vonnissen eerst op Twitter. Ja, dus die gaan niet opeens naar Blue Sky en dat Elon Musk
rare tweet of Dogecoin eruit heeft gestuurd. Nee, maar wat er nu wel is gedaan, je kan die tweets niet meer embedden. Je kan die alleen maar zien als je bent ingelogd op Twitter. Ja. Is dat zo? Kun je niet meer tweets embedden? Dat moet dan heel recent zijn. Volgens mij hebben ze dat teruggedraaid. Hebben ze dat weer teruggedraaid? Want eerst was het zo, je kon niet meer, als je niet ingelogd was op Twitter, kon je niet op Twitter een tweet zien. Maar als je hem embedde, bijvoorbeeld als de NMS.nl een tweet erin had gezet van, weet ik veel, Jumbo-Visma of zo, dan had die tweet wel nog te zien te zijn voor iedereen die niet... Embedded, zeg maar, embedded in andere content op andere sites was het toch wel te zien. Ja, okay. Maar niet als jij gewoon naar twitter.com ging en je was niet ingelogd. Ja, maar het is wel zo dat ze zijn gewoon steeds meer functies aan banden aan het leggen. En dat is wel kut. Volgens mij was het ook standaard geworden dat je alleen maar gedamd kan worden door iemand met een blue abonnement. Ja, ja. Ze hadden zeg maar... Ja, inderdaad. Ja, dan moet je, je moet het nu weer aanzetten. Anders, je moet dat handmatig omschakelen. Ja. Dat soort kutte dingen. Maar goed, ja, ik vind het jammer. Ik hou van Twitter. Ik vind het ook wel gezellig. En, ja, je hebt veel te danken aan Twitter. Ja, het kan ook heel leuk zijn. Dus. Ja. Maar hoe lang bestaat het nog, denk je? Ja, het bestaat niet meer. Het heet nu X. Maar... Ja, denk je niet dat X, zeg maar... Dat Twitter, daar krijg je een app die heet X. En daarin heb je 300 icoontjes, waaronder een lening afsluiten en weet ik veel. Ja. En eentje daarvan is dan Twitter. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Het is ja, Threads kan heel groot worden, denk ik. Maar ja, dat is dan weer van Meta. Zitten we daar weer? Ja. Terug bij af. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet, joh. Moeilijk. Moeilijk. Ja. Moeilijk. Misschien moeten we gewoon de Pictochat van de Nintendo DS gebruiken. Allemaal. Dat is wel een goede chat. Ja. Chatten met elkaar. Ja, zeker. Tekenen. Ja, dat is leuk. Leuk. Goed, vragen dus. We waren bezig met vragen. Die kan je dus insturen, ook dus nog steeds via X, nu we het nog gebruiken, Instagram. Oh ja. Maar ik denk, ik zet hem even voor jullie, ik geef een paar voorzetjes. En dan gooi ik die naar Jacco, dan gooi ik die naar Ron, en dan gaan zij die beantwoorden. Oké. Okay. De dikste game die je dit jaar hebt gespeeld, Jacco? Ja, Zelda. Ron? Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Zelda. Oké, okay. Favoriete serie van die je dit jaar hebt gezien? Oeh, ik heb veel gezien. Ik ben nu... Ja, Ron, die kijkt deze series. Ik heb veel gezien. Ik denk dat het Succession is. Ik ben nu bijna klaar ermee. Ja, ik ook. Ja. Ik ben nog steeds door seizoen 1 aan het worstelen. Ja, seizoen 1 vond ik ook niet geweldig. Ik dacht zelfs, waarom vindt iedereen dit leuk? Maar, ja. Joh, het is echt... je gaat er op een manier van houden die gewoon walgelijk is. Dat je door op straat loopt en denkt... waarom zou ik niet de Succession team opzetten? Ja. En ik heb ook The Bear gezien. Ook al een deel van seizoen 2. Die wil ik heel graag zien. Het is, ik vind The Bear vind ik lastig te vatten. Het is het gaat dus over een broodjeszaak. En iedereen is helemaal van God los. Ze schreeuwen naar elkaar. Dingen gaan kapot. Alles is vies. Het wordt geleid door een guy die vroeger bij het beste restaurant ter wereld werkte. Hij heeft duidelijk ook mentale problemen. Maar ze weten wel de allerlekkerste broodjes van Chicago te maken. En zeg maar, alles staat in de fik en alles gaat kapot. En mensen die stoppen, maar uiteindelijk weten ze toch wel te landen. Althans, dat is hoe je ze een beetje volgt door het seizoen heen. En... het is een hele gauw... Game development. Ja, nou, het is denk ik game development voor koks. Ze gaan ook redelijk diep in op eten, zeg maar. Ze gooien met allemaal termen en... het is een hele chaotische serie. Je moet wel een beetje... Als je echt moe bent, moet je die serie niet gaan kijken. Maar het is wel... Seizoen 2 is nog een stuk grappiger en gaat nog een stuk dieper. Ik vind hem heel cool. Een van de coolste series die ik heb gezien dit jaar. Op Disney Plus staat hij. Ja. Seizoen 2 die gaat 3 augustus in première. Dus... Morgen. Nou, als je luistert, is hij nu live. Ja, kan je kijken. Ja. Ja. Vet. Ja, Ron? Succession. Okay. Succession. Heel simpel. Succession. Film? Ook de enige. Oh, en Ted Lasso heb ik ook gezien. There you go. Cool. Die vond ik best wel veel gezien. Favoriete film van dit jaar? Oppenheimer. Oh. Across the Spider-Verse. Ook heb ik Oppenheimer ook al 2 keer gezien. Ja? Ja. Oké, ik zat dus gisteren even terug te kijken naar de zomergasten met Hoijte van Hoijtema. Oftewel de cameraman. Oh, is dat al geweest? Ja. Oké. Okay. Oh, vet joh. Ja, heel vet. Dus sowieso een aanrader om die nog even terug te kijken, mocht je die nog niet hebben gezien. Dat is gewoon 3 uur lang is Theo Maas, is Hoijte van Hoijtema aan het leegtrekken over hoe die
films maakt. En het zijn gewoon... Wat het toffe is aan Theo Maassen is... die duikt niet zo terug in van... Oh, van hoe is je jeugd geweest? En heb je blablabla dat? Maar je merkt gewoon aan alles dat hij een liefhebber is. En hij weet er ook wel wat van. Dus je hebt gewoon echt een gesprek tussen twee makers en twee liefhebbers. En dat is echt heel tof om naar te kijken en vooral om naar te luisteren. Gewoon vet om zo'n cameraman aan het woord te horen over hoe die dan samenwerkt met Chris Nolan en Sam Mendes en dat soort dingen. Dus dat is een aanrader deluxe. Maar Oppenheimer is natuurlijk een biopic. Is het interessant om te kijken? Wat voor soort film is het? Ik heb heel veel... Ik heb natuurlijk een beetje een natuurkundige achtergrond. Dus ik heb best wel veel Manhattan Project en Oppenheimer gelezen over. En dat boek ook? Die film? Nee, dit is dus, nee, ik heb nooit dit boek gelezen. Ja, oké. Alleen, wat is het hele interessante aan die film is... Het is zeg maar een echte Nolan film. En ik ben een Nolan head. Ik ben echt een sukker voor zijn shit, man. Ik vind dat zo vet. En ik weet het is fucking af en toe een beetje... te erg Nolan, dan weet je precies wat je kunt krijgen. Hè? Die supersnelle shots en bijna geen ademruimte. En aan het einde dan een dikke twist en zo. Maar deze film is iets terughoudender, maar nog steeds modern tempo. Het gaat echt los, steeds zieke shots. Maar wat voor film is het? Het is een biopic. Inderdaad, het is gewoon een biopic. Het gaat gewoon over Nolan of over Robert Oppenheimer. En hij is een troubled man. Maar ja, het is ook iemand die wel echt superveel charisma heeft. Hij is echt een womanizer. Maar het uiteindelijk... Laat ik het zo zeggen. Het einde van die film is idioot. Wij zaten in IMAX de eerste keer. Ik heb hem inmiddels 2 keer gezien. Ik zat de eerste keer in IMAX. En je merkte gewoon aan het einde van die film... dat iedereen zoiets had van... Gaan we nu naar huis? Wat gaan we doen? Yeah. Dit is weird. Een heel sterk einde. Ze draaien, ze komen heel erg... Ze maken de cirkel rond op een manier. Ze maken een metafoor die echt bone-chilling is. Echt heel erg... Echt extreem goed gedaan. Yeah. Maar ik moet wel zeggen, de laatste act wordt opeens heel persoonlijk Oppenheimer. En hoe hij dan... Want ja, dit zijn geen spoilers. Dit is gewoon letterlijk zijn leven. Ja, Jezus Christus, ik weet niet. Maar ja, hij is zeg maar wel voor te links uitgemaakt destijds. Heel erg. Want hij zat wel in de communistische sferen. Nou ja, goed, dat is wel bekend. Maar daar gaat het dan heel erg over aan het einde van die film. Ja, en ze framen hem een beetje. En het is niet echt een rechtszaak, maar het is wel een beetje die vibe. De laatste uur is gewoon echt dat ze hem gaan verhoren en zo. En dat iedereen zijn ding doet. En daar was ik de eerste keer een beetje de draad kwijt. Want ik wist niks van Oppenheimer en ik kende al die namen ook niet. Dus ik was soms een beetje in de war. Maar tweede keer dat ik hem zag, snapte ik hem beter. En toen vond ik hem ook nog vetter, eigenlijk. Ja. Ja, en ik snapte... Bijvoorbeeld, ik ben ook naar Barbie geweest. Dat vind ik ook een vette film. Maar Oppenheimer vind ik echt vet. Ik heb hem nog niet gezien. Ik vond die echt niet normaal. Ik heb Oppenheimer... Ik was echt... ik liep gewoon bijna gewoon... Ik weet niet, leeg de bios uit. Zo van, fuck. En nu? Ja, ik hoorde van sommige mensen dat ze hem saai vonden. En dan denk ik... Maar snap je dat dit echt is... Dat ze hier een fucking atoombom aan het bouwen zijn... waarmee je een hele stad of meer kan wegvagen. En dat ook is gebeurd. En dat die mensen langzaam dat beginnen te realiseren door de film. En hoe iedereen daar mee omgaat. Ik vond dat ook echt fascinerend. En aan het einde... wat ik ook heel sterk vind in deze film is dat het niet... Kijk, ze bouwen toe naar de Trinity Test. Dus dat ze de atoombom testen. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de film. Maar het is niet zo, het is geen oorlogsfilm. Dus de rest van de Tweede Wereldoorlog, er wordt niet geschoten. Je ziet niet hoe de atoombom op Japan wordt gegooid. Dat lezen zij allemaal in de krant. En dat maakt het heel persoonlijk of zo. Heel veel mensen zeiden ook van dat het een beetje oneerbiedig was op die manier. Omdat ze laten niet... Ja, ze laten niet zien van, dit is hoe Japan erbij lag, of zo. Ja. Dat hadden ze van tevoren overigens al gezegd, dat is geen spoiler. Maar, dus, het gaat heel erg niet over de gevolgen. Maar uiteindelijk ook weer wel. En is dat dan belangrijk, dat je de gevolgen van die film, is dat belangrijk van die atoombom? Nee, hij heeft een geweldige film gemaakt. Een geweldige fucking film. En ik vond dat je heel erg goed kan zien dat Christopher Nolan houdt echt van films. En dat zie je aan die film, man. Ja. Het is echt, er zit zoveel... Oh man, die Trinity-test. Zeg maar, hoe ze dat doen, dat moment.
Ja, ik zat gewoon... Ik was zo tense. Ik was zo fucking... Zat ik in de bios. Ja. Ik zat... 2,5 liters bier. Ik zat echt zo... Yo, mijn beste vriend, hè. Ze waren echt in de woestijn. De muziek wordt steeds meer... Zo op de achtergrond. Je hoort die IMAX speakers. Hoor je langzaam opbouwen. En hij zegt tegen mij... Hey, ik moet echt fucking nodig plassen. Ik zeg, gast... Als je nu gaat, dan moet je de film nog een keer kijken. Je houdt gewoon dit nog even 10 minuten vol. Dan kun je het fucking hoogtepunt van de film zien. Want het is wel echt intens. En al die acteurs ook, man. Al die grote acteurs in kleine rollen. Mijn boy ja. Josh, van Drake en Josh. Ik zeg, man, my brother. Hij heeft het gemaakt. Hij zit in de Nolan film. Hij zit in de Nolan film, ja. Ik had dat nooit verwacht. Ja. Robert Downey Jr. was een fantastische rol. Echt geweldige rol. Ja. Cillian Murphy was weergeloos. Ja, ja. Er zit dus ook een stukje Nederlands in de film, berucht inmiddels, door ieder medium in Nederland opgepakt. Ja, wat de hel. Wat is er aan de hand met het Nederlands in die film? Ja, Duits. Voor wie het niet weet, Oppenheimer heeft in Leiden lesgegeven, een kort curriculum. En hij heeft in 6 weken Nederlands geleerd. En na verluid goed Nederlands. En Christopher Nolan zegt dus van, ja, dus die Boyte Boytema, zo heet die toch? Boytema. Hoyte Boytema. Hoyte van Hoytema. Ik vind het eigenlijk leuker. Maar Oké, sorry. Butchered that. Maar ze heeft hem geleerd of via zijn telefoon in laten spreken en zo wat hij moest zeggen. Yeah. Om het zeg maar zo goed mogelijk te begeleiden. Maar als je die film ziet, het klinkt. Ja, ik dacht ook dat het Duits was. Blijkbaar is het wel Nederlands, maar heeft Christopher Nolan er gewoon stukken uitgesneden. Gewoon voor de pacing van de film, wat ik echt de meest Nolan-ass Nolan ding vind om te doen. Maar dat schijnt dan het argument te zijn voor dat het zo raar klinkt. Niet per se Duits, het is gewoon, hij heeft gewoon haktak, gewoon lettergrepen eruit geknipt. Ja, en hij heeft ook een best wel sick Duits accent. Dat zet hij in ieder geval op. Dus, ja. Goed. Ja, het klinkt niet Nederlands. Nee. Ik dacht ook dat het Duits was. Nou, vette film. Vette film. Nou, top. We gaan door met de vragen, jongens. Want ik vond het wel leuk om het even over Oppenheimer te hebben. Ik moet erheen naar de bios, hè? Het is de meest IMAX-film die ik denk ik ooit heb gezien. Ja, ja, dat is wel aan het gaan. Ja, Ik moet gewoon de deur uit. Ja. Oké, noem 1 game die je dit jaar nog moet spelen. 1. 1. Als in die 1? Uitkomt 1. Of die ik heb gemist. Ja, mag allebei. Ja, jezus. Spider-Man 2. Oké. Ik ga maar echt doen. Ja, één rond. Ik zelf zou zeggen Starfield. Ja, dat mag ook. Al wordt die slecht. Ik wil die spelen. Maar ik weet natuurlijk niet of hij goed wordt. Dat kan ik je niet vertellen. Ja. Oké. Nou, heb je nou ook een vraag voor ons? Drop die gewoon even in de comments. En dan komen we er over 2 weken op terug. Of naar ons Discord. puur.nl/Discord. En dan mag je vragen stellen. Zoals, waar ben je bang voor, Jacco? Spinnen. Spinnen, Ron. Hoogtes. Hoge spinnen. Extremen. Ja. Ik heb spinnen ben ik ook bang voor. Spinnen op hoogtes. Hoogtes is niet normaal bij mij. Echt? Dat is echt ik heb extreme hoogtevrees. Oh. En? Ik heb zeg maar echt hoogtevrees. Ik ben niet iemand die zegt van ik heb hoogtevrees. En vervolgens dan een ladder beklimt van naar 3 hoog. Want die mensen heb je ook. Ik ben zo'n persoon. Ik heb bijvoorbeeld ook hoogtevrees, maar je kan mij makkelijk bovenop een gebouw zetten, achter een raampje, geen enkel probleem. Maar ik heb het op een bepaalde punten. Je hebt soms van die klimmen klauterparken, dat je in zo'n tuigje hangt en dat je ergens van over zo'n touw moet gaan. Ik freeze. Ik kan geen stap meer zetten. Echt? Ja. Dan ben ik gewoon bang om te vallen, terwijl ik je helemaal vast zit. Maar als je mij op een hoge brug zet of zo, geen enkel probleem. Maar dat soort dingen, als ik moet klimmen vlakbij een rots. Ik weet, wij waren begin dit jaar waren wij in Oostenrijk, Zwitserland? Oostenrijk volgens mij. Gingen we de laatste dag gingen we nog even een stukje wandelen. Kwamen ook op een gegeven moment bij een afgrond uit. Ik keek daar ook op het randje. Ik stond zo, holy fucking shit. Maar dat was ook gewoon niet slim. Het was heel glad en we stonden letterlijk bij een afgrond. Ja. Zeg maar, in de verte was een waterval en die was lager. Toen zijn we even andere route hebben gekozen, want dat is gewoon niet slim. Nee. Ik wil hoogtes doen met niks, maar ik ga niet bij de afgrond staan als het echt heel glad is. Ja, dan gewoon... poep ik dus echt in mijn broek. Dus hoogtes doen me niet veel, maar spinnen? Holy shit, jongen. Ja. Ik ben regelmatig uit mijn bed gevallen omdat ik over spinnen droomde. Hebben we dat eens gehad? Ja, ik heb een keer bijna een houten huisje af laten branden in het Prinsenmeer.
Van Peter Gillis. Echt? Vakantiepark Prinsenmeer. Want er zat ik werkte daar. Oh, je werkte daar. En samen met mijn beste vriend. En wij zijn allebei doodsbang voor spinnen. En er zat een spin en toen had ik een deobus gepakt met een aansteker. Oh nee, man, dude. Te vermoorden. Heb je in een vakantiepark gewerkt? Ja, als fietsenmaker. Oh, dat heb ik ook gedaan, man. En bij de entreders, maar niet, ja, dus ook niet lang. Dat was echt mijn... Gasten zeiden, iemand staat er met een vlammenwerper om spinnen te doden. Dat was echt een van mijn favoriete baantjes toen ik jong was. Ik werkte ook in een vakantiepark. Ik was ook fietsenmaker. En dan was je, hoe oud was ik? 14, 15? Kwamen ze langs om een fiets bij jou te huren. En er was alles bij mis. Ja. En ik werkte daar samen met een vriend. En waren we dan een beetje aan die fiets aan het klooien. Van, ja, hij doet het wel. En dan gaf je mensen een tikje op mijn schouder. Succes! En dan zag ze zo wegfietsen. Zo, op een fiets waar we remmen half op de rekening. Zo, oh god. Ook één moment dat fietsen zegt 10 meter. Echt, die band explodeerde echt. Jezus. Ja, dat was mooi. Maar het vakantiepark was leefde. En ik moest dan ook de plantsoenetjes moest ik schoffelen en dat soort dingen. Maar er waren ook een andere groep. Die was dan al die huisjes aan het schoonmaken op vrijdagochtend. Als dan weer die nieuwe groep binnenkwam. Op een gegeven moment, ik was ook bezig in de tuin. En dan kwam zo'n schoonmaker kwam naar buiten rennen met een pan. Echt gillend. Hè? Met die pan. Ik zei, hé, wat dan? Ja, er heeft iemand in een pan gepoept. Gadverdamme, jongen. Ja, gebakken trol. Nee, iemand had gewoon... Die waren waarschijnlijk dronken geworden. En die hadden gewoon voor de gein... Net zoals die jongen op Mallorca... op iemands hoofd had gepoept. Had iemand in een pan gepoept. Ja, mensen eten eruit, man. Dat is zo fucking ranzig. Ja. Echt fucking ranzig. Ja. Leuk. Ja, dus dat soort vragen kan je stellen. En dan sluiten we hem af, deze podcast die alle kanten op vliegt. Heb je nu nog een tip voor de mensen? Heb ik nog een tip voor de mensen? Ik heb een tip, maar ik weet niet of ik hem al heb gegeven. Dat heb ik al vaker. Oh. Het is een boek, het nieuwste Avatar boek. Nee, ik denk niet dat ik hem heb gegeven, want nee. Dat was nog niet uit vorige keer. Nee, denk het niet. Nou, ik lees dus de Avatar The Last Airbender boeken. Zijn er... nu 4 uit. Ik heb de vorige 3 gelezen. De eerste 2 gingen over Kyoshi. Dat was 2 avatars voor Aang. Als je de serie kijkt, weet je waar ik het over heb. En daarna kwam er een boek over Yang Chen. Dat was de vorige Airbender avatar. En je hebt nu het boek wat het afsluit. Die heet The Legacy of Yang Chen. En ik ben hem nu aan het lezen. Ik ben halverwege. En ik vind het heel vet. Het is echt heel goed. Het is veel volwassener dan de serie nog op sommige momenten. Het is geschreven door iemand die inmiddels al wel goed in deze rol is gegroeid. In overleg met de bedenkers van Avatar. En ik zou zeggen, als je de comics net als ik heb gelezen... en die grotendeels een beetje tegenvallend vond... omdat ze toch een beetje kinderachtig zijn... of ze zijn een beetje... ze willen niet te veel aan de canon, zeg maar, komen. Check dan de boeken. Die komen echt wel in de buurt van de serie. En het is heerlijk als je van Avatar houdt... en dit soort verhalen kan lezen. Dus dat is mijn tip. Nice. Ja, mijn tip was dus Oppenheimer. Ja. Goeie tip. Dus dat is een beetje is een goede tip, maar daar hebben we het al heel lang over gehad. Maar ik zou zeggen, ook al heb je weinig met het hele gebeuren van rondom het atoomproject in de Verenigde Staten destijds. Geef de kans. Ja. Het is verrassend goed, vond ik. Ik heb de afgelopen weken boeken zitten lezen. En ik heb een aanrader is eentje van Kevin Kelly. Dat is de hoofdredacteur, of was oorspronkelijk hoofdredacteur van tijdschrift Wired. Die heeft een boek geschreven. Die schrijft meerdere boeken, hoor. Hij schrijft heel veel. Die heet Excellent Advice for Living. En die heeft elk jaar, als hij jarig is, schrijft hij voor zijn zoons. Heeft hij allemaal gewoon adviezen voor ze. En die heeft hij nu allemaal gebundeld. Cool. En dat zijn allemaal korte adviezen. En dat is gewoon heerlijk om doorheen te bladeren. En soms... je leert er ook nog wel dingen van. Dus best wel tof. Hoe oud is die? Hij is 71 is hij nu, volgens mij. Okay. Maar hij komt uit 52. En hij is met pensioen. En hij schreef op een gegeven moment, toen hij jarig was, ging hij die adviezen voor zijn zoons ging hij opschrijven. En die hadden zoiets van, oké, dit moet je gaan bundelen, moet je gaan uitgeven. Dat doet hij nu. En dat is echt heel wreed. Want de man heeft redelijk wat levenservaring natuurlijk. Ze is jarenlang hoofdredacteur geweest. En
best wel tof. Helemaal als je ja, in het vak zit wat wij doen. Maar ik denk voor iedereen. Het is wel gewoon... Ja, misschien leer je er iets van. En hoe heet het? Excellent Advice for Living. Living. Wisdom okay. I wish I'd known schrijven. Earlier. Klinkt goed. Dat klinkt echt geweldig. Ja, dat is leuk. Het is gewoon echt... en het is, ja, je bladert er even doorheen. Dat is tof. Dat is leuk. Het is dat. En voor de rest, nice, goeie tip. Voor de rest gaat Dave de Diver spelen. Dat is ook een goeie. En ik heb nog een tip. Oh. Daar kwam ik gisteren achter. Er is een vrij recent een gratis webcomic van Assassin's Creed Black Flag gelanceerd. Over Edward Kenway. Tof. Zag er best mooi uit. En het, ja, ik ben de naam even kwijt. Kingdom nog wat. Maar als je zoekt op Webtoon staat hij gratis. Is wel cool. Gaan ze bouwen een beetje verder op de lore van Assassin's Creed 4. Pet. Nou, zal ik nou ook nog één tip doen, omdat die voor mij zo cheesy was? Dit is niet echt een tip, hoor. Maar ik heb van het weekend heb ik Half-Life Episode 2 uitgespeeld. Ja. En ik was echt versteld, want ik had daarvoor 1 gedaan. Mm-hmm. Ik was echt versteld van hoe goed die shit nog is. Dat kost €1 of zo op Steam. Mooi nog steeds, hè? En dat is gewoon... Ja, het is mooi. Het level design is nog steeds voelt innovatief. Ook omdat het zo anders is dan je nu gewend bent. Het is heel groot. En het is echt gewoon de mechanics van het schieten en het oppakken van dingen uit de omgeving met die gravity gun om puzzels mee op te lossen en shit, is nog steeds superleuk. Als die nu uit zou komen en zou zeg maar iets beter uitzien, zou ik zeggen, wauw, zou ik hier zitten van, ik heb er zo van genoten, ik vond het echt geweldig. Maar ja, het is Half-Life Episode 2, dus iedereen weet dat al. Ja. Die shit, die scoort er gemiddeld een 95 destijds. Maar ja, het is nog steeds geweldig gewoon. Ik zou zeggen, pak gewoon die bundel, want... Wat kost Orange Box tegenwoordig? €4 of zo op Steam. Ja. Mocht je niks te doen hebben. Maar ik kan me niet voorstellen met deze games allemaal. Maar goed, ik heb het wel gedaan en ik heb ervan genoten. Zijn jullie plannen van deze week? Wat staat er op de agenda? Ik heb het heel druk met werk. Ik wil eigenlijk wat gas terugnemen. Gewoon een beetje sporten en tot mezelf komen. Ik heb weinig tijd voor mezelf. Ja, goeie. Ik ga Baldur's Gate spelen, denk ik, als hij uitkomt. Wanneer komt die, Jacco? Want ik heb het even niet scherp. 3 augustus, toch? Dat 3 is augustus. Een donderdag, ja. Ja, zoals je luistert, is die uit. In mijn Steam library zie ik al dat mensen aan het spelen zijn. Klopt, ja. Recenten. Ja. En die zijn hem echt de hele tijd aan het spelen. Ik weet niet of het goed of slecht teken is, maar ik zie niks anders. Ik denk dat het een goed teken is. Nou ja, ik ben... Het is nu dinsdag. Ik heb gisteren mijn eerste werkdagje weer. Dus gisteren allemaal mail weggewerkt. De eerste puur 30 jaar project weer opgepakt. We zijn... Jacco gaat straks eindredactie op zich nemen van het boek. Die Bas levert vandaag zijn laatste tekst aan. Ik heb de eerste pagina's gecheckt. Het ziet er vet uit. Dus daar zijn we mee bezig. Ik ben heel druk nog met de expo. Er moet nog echt heel veel voor gebeuren. Dat is veel werk. Daar heb ik me wel een beetje in verslikt. Ik zeg het eerlijk. Dat is wel veel werk. Dat is pleuris veel werk, ja, jongen. Maar... Communicatie of logistiek? Of... Ja, gewoon shit regelen. Zoveel te regelen. En voor wat je denkt van... Ja, het is eigenlijk niet zoveel. Maar het is wel veel. Maar daar hebben we nog 2 maanden voor. Dus dat komt ongetwijfeld ook goed. En dus daar ben ik vooral druk mee bezig. Naast de dagelijkse werkzaamheden. Dus... Nou, hebben we weer wat te doen, hè? Genoeg te doen. Ja. Alright. Nou, bedankt, boys. Thanks, guys. Bedankt voor het grappig, Ron. Voor het grappig genoeg. Ik vond het leuk. Ik heb wel gelachen. Nee, ik vind je wel grappig. Ik heb wel gelachen. Ik heb ook gelachen, ja. Oké, mooi. Je moet niet denken dat ik je niet grappig vind, maar het is grappig om te zeggen dat jij niet grappig bent. Dat is waar, ja. Nou, misschien moet de luisteraar laten weten. Vond je dit nou grappig? Laat het weten in de reacties. Nee, vond je Jacco grappig? Nee, niet. Waarom ik? God, mensen gaan zeggen dat ik niet grappig ben. Dat is waar. Stop ermee. Oké, doe het maar. Perfect zoals je bent. Ja. Doe het maar. Je kan enquête doen in Spotify. Hè? Echt waar? Die hebben we ook gebruikt vorige keer met porno in het bos. Vond je Jacco grappig? Ik heb nog veel porno in het bos metaforen nog. Maar die zal ik bewaren voor de volgende keer. Ja. Wil je dat allemaal niet missen? Abonneer je dan hier op YouTube of op je favoriete podcastkanaal. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe Powerpraat. Alleen dan... Niet met Chirp, Chirp is vakantie, wel met Wouter en Florian. Dan moet ik het doen, zeker. Ja, dat zou wel. Volgens mij wel, ja. Ja? Is dat zo wel? Ik heb geen idee. Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk, komt goed. En wij zijn er over 2 weken sowieso. Doei, groetjes. Doei.